De afgelopen dagen is hard gewerkt en zijn er belangrijke stappen gezet om de hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland weer vorm te geven. De gesprekken werden gevoerd in een vriendschappelijke en constructieve sfeer. We hebben de afgelopen dagen veel van gedachten gewisseld over de besteding van het restant van de verdragsmiddelen. En in onze gemeenschappelijke verklaring hebben wij afgesproken hier op korte termijn overeenstemming over te bereiken. En ik benadruk nogmaals dat daarbij de Surinaamse wensen leidend zijn. Ook de uitwisseling van ambassadeurs is aan de orde geweest. En wij zijn op schema om dit traject voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid op 25 november af te ronden. Uiteraard is ook gesproken over COVID-19. Wij hadden gehoopt al 18 ventilatoren mee te nemen, maar die komen pas volgende week aan om logistieke redenen. Maar ook de rest van ons tweede steunpakket van 3,5 miljoen zal spoedig naar Suriname komen. En dat is niet het einde van de samenwerking tussen onze twee landen. De collega's van Volksgezondheid hebben afgesproken om samen op te blijven trekken. Ik ben verheugd dat we hebben kunnen afspreken dat de gemengde werkgroep op het gebied van terugkeersamenwerking al begin december digitaal bijeen zal komen. Nederland hecht veel waarde aan het hervatten van de samenwerking op dat gebied. Ook de Surinaamse bereidheid om te onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag van San José is voor Nederland goed nieuws. De ministeries van Financiën hebben concrete afspraken gemaakt over technische assistentie, zowel voor de Belastingdienst en de douane als op het gebied van financieel management en begroting. En ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie. Terwijl we daar direct mee aan de slag gaan, worden voorbereidingen voor verdere ondersteuning getroffen. En voor een effectieve en structurele samenwerking op deze gebieden is een spoedig akkoord tussen Suriname en het IMF van groot belang. Onderhandelingen met het IMF zijn nooit makkelijk, maar ze zijn van groot belang. Wij hopen dat een akkoord zich op korte termijn kan materialiseren. Op het gebied van justitie en politie wordt al vele jaren goed en intensief samengewerkt tussen beide landen. Die samenwerking zal worden voortgezet en die zal worden uitgebreid. Zowel de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak als de voorzitter van het College van Procureur-Generaals wil op korte termijn naar Suriname komen om je verder invulling aan te geven. En ook de beide politiekorpsen gaan verder om de tafel om de samenwerking te verdiepen. Ik ben blij dat ook is afgesproken om op korte termijn verder te spreken over een concrete oplossing voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname niet kunnen worden geëffectueerd. Op het gebied van defensie zijn veel mogelijkheden voor samenwerking. Nederland zal mogelijkheden bekijken voor technische assistentie aan de Surinaamse krijgsmacht, de kustwacht. Ook zal worden gekeken naar opleidingen en trainingen en samenwerking tussen de recent geopende militaire academie in Suriname en de Nederlandse Defensieacademie. Landbouw is een terrein waarop Nederland en Suriname elkaar goed kunnen vinden. Er liggen mogelijkheden voor ondernemers op de Surinaamse agromarkt. Maar ook hebben we enkele concrete punten van samenwerking tussen onze beide overheden gedefinieerd. Rijstproductie, pesticidenmanagement en het stimuleren van akkerbouw voor veevoeder zijn daarbij prioriteiten. Al deze zaken zijn vastgelegd in onze gemeenschappelijke verklaring. We hebben een goede basis gelegd om samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect. Ik kan u garanderen dat wij met frisse ideeën en vol goede moed naar huis gaan om aan de slag te gaan met de gemaakte plannen en deze de komende weken en maanden samen met onze Surinaamse counterparts om te zetten in concrete acties. Want dat is natuurlijk wat moet gebeuren. De voornemens uit de gemeenschappelijke verklaring zullen vertaald moeten worden in concrete acties. Het volgende moment waarop Nederland en Suriname elkaar zullen treffen dient zich al snel aan. Onze minister Blok van Buitenlandse Zaken zal het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigen bij de onafhankelijkheidsviering op 25 november. Uiteraard als de COVID-situatie dat toelaat. En de minister heeft mij persoonlijk verzekerd dat hij er zeer naar uitziet u hier weer te ontmoeten. Ik ben ook blij met de uitkomst van wat ik hier op papier zie. Uiteraard, dit is het startpunt. Het belangrijkste is nu om dit in de praktijk verder
te realiseren. We zullen daar nog overleg over hebben over op welke wijze dat het beste kan. Al met al, ik denk een goed begin van een proces van, als ik het zo mag zeggen, meer, en dit bedoel ik heel positief, meer volwassenheid, maturity in de relatie. Het is niet meer ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsfinanciering. Het is internationale samenwerking, het is samenwerking tussen twee onafhankelijke staten. En dat is precies wat we ook wilden realiseren op basis van de verbondenheid die er is tussen de beide landen. En het zal goed zijn voor Nederland, het zal goed zijn voor Suriname.